Louise, ja, de wedstrijd die, ja, die moest gewonnen worden, is gewonnen. Hè. Ja, ja, zeker. De vorige keer hebben we ons laten vangen, maar ik denk dat we nu de mentaliteit hebben getoond dat we eigenlijk vorige keer ook hadden moeten laten zien. Maar 3 punten zijn binnen. Ik vond inderdaad dat er meer grinta in dit OHL zat. Ja, ik denk dat echt iedereen gebeten had op die 3 punten. En ja, we hebben echt gevochten voor elke bal. Een keer in een wegval, maar eigenlijk direct opgepikt terug. En als je de balken laat rondgaan, gaat het vooruit. Hè. En je weet dan als doelvrouw dat die ene kans komt en die kwam er dan ook. En daar zat je verdomd goed tussen. Dankjewel. Ja, Jessica Perrineau was inderdaad door. Ik denk dat we daar veel geluk hebben gehad. Maar anderzijds hebben we ook zoveel kansen gehad en hebben zij ook wel denk een paar keer oefen kunnen zeggen. Dus ja, ik denk dat zeker, zeker niet de ene kans was. Ik denk dat we echt meer kansen hebben kunnen creëren dan hun. Wat was er aan de hand in de eerste helft? Want inderdaad, dat waren geen 100%, maar 200% kansen die vakkundig de nek werden omgevrongen. Ja, dat is jammer. Ja, dat is pech hebben. Hè. Dat kan een keer. Volgende keer vliegen erin, dat weten we allemaal. We werken ervoor, we trainen hard. Ook op afwerken en dat komt wel. Is dat dan de stress die dat dergelijke wedstrijd meebrengt? Was er sprake van stress überhaupt? Deze moment heb ik dat niet zo gemerkt. Ik denk dat iedereen wel in zijn eigen geloofde en ook in de ploeg geloofde. En dan voelt je het stressniveau sowieso zakken. Omdat je toch echt gewoon brute pech is. Tot slot, dit OHL mag top 4 ambiëren, denk ik. Dat doen we ook zeker. We hebben een paar keer de steek laten vallen, maar we hebben een paar keer laten zien wat we kunnen en hoe snel we de bal kunnen laten gaan. Dus top 4, zeker mogelijk.